Karen Bruurs is strijdbaar. Ze willen het toerisme in Tilburg en de omgeving milieuvriendelijker maken. Om te beginnen door alle wegen voor autoverkeer door de bossen en Oostenrijk af te sluiten. Dit is Stadsforum. Karen Bruurs, welkom bij Stadsforum. Um, bij Karen Bruurs, is Karen Bruurs theater of horeca? Nee, ik ben een uh, sociaal-maatschappelijk-cultureel ondernemer. Een activistische maatschappelijk-cultureel ondernemer. En ja. dan gaat het theater en horeca en alle andere dingen vallen er allemaal onder? Dat valt er allemaal onder, ja. Ook als je mijn boeken ziet wat ik heb geschreven, of wat ik op theater zeg, of op de manier zoals ik nu bouw, of Social Sofa, het heeft altijd een activisme en altijd gericht op de samenleving. Oké, okay, daar komen we straks op terug. Um, duurzaam toerisme. Ja. Um, we lezen er veel over, we horen er veel over. Uh, u zet zich daarvoor in. Waarom is het belangrijk dat toerisme weer vriendelijker wordt? Nou, kijk, als je dus. Ik had, uh, uh, ik had bezoek van Visit Brabant. Die hebben een supermooie site. Visit Brabant, dat is een promotieorganisatie voor toerisme in de regio. Ja. Yeah. En uh, die vroeg of wij er ook uh, op, op, op hun website wilden komen. En zij vertelde helemaal. En wij, dat heeft u over het nieuwe hotelbouw. Een staat. nieuw hotel, ja. ja of hij ja. daarbij Kom wilde zijn. Kom er zo op, ja. Ja, En uh, natuurlijk bouw ik helemaal in nul emissie. En je hebt twee, twee fases. Je hebt de aanlegfase, dat is de bouwfase. Ja, Die doen we in nul emissie. Ja, ja. Maar je hebt ook de gebruiksfase. Ja, ja. Ik, ik, ik wil zo wat over, over, over hotel. Maar ik wil, waarom, is toerisme, waarom moet toerisme in het algemeen meer vriendelijker worden? Nou, omdat... Toerisme... Wat is het probleem eigenlijk? Want het is toch, ja, we hebben toch de industrie, de landbouw. Toerisme is toch maar een kleine speler. Ja, maar ja, als je dan weet dat er ongeveer, ik geloof een half miljoen... Uh, uh, Belgen naar ons toe komen en hoe die hier naartoe bewegen en wat ze dus kopen en, en, en wat ze eten. Die naar, naar Brabant komen. Yeah. En als je ook uh, uh, Duitsers ziet die naar ons komen en die vallen dan allemaal nog wel mee. Maar yeah. op het moment dat je echt uit Amerika hier naartoe komt yeah. en je is op dezelfde manier gedraagt. Nou, je bent natuurlijk een bezoeker hè, in een land. Um, ja, en wij zijn natuurlijk een heel klein land met heel veel vervuiling en heel veel uitstoot. Ja. En, en toerisme daarbovenop is veel te veel? Alles is te veel op het moment. Ja. Alles is te veel. Dus toerisme ook. Dus doet het doet niet om welke branche je zit, maar je moet gewoon, gewoon, gewoon heel kritisch kijken, waar is het? Het is dus niet zo van, uh, als de industrie maar schoner wordt, dan hoeven we bij toerisme niks te veranderen? Nee, ik vind wel dat er een bepaalde balans moet komen. Maar je kan niet zeggen dat de vee-industrie, dus zoveel, dus bijna 70%, de, de, de stikstofdepositie mm -hmm. heeft en daarvan een hoop exporteert. En daardoor kunnen wij niet bouwen en een hele hoop dingen niet doen. En is het toerisme verkramd en is dat allemaal verkramd? Dus ja. ik denk wel dat je even moet af, afromen, hè, de grote ja. vervuilers. Maar ik vind op het moment zoals we er nu voor staan. Is iedere branche verantwoordelijk voor wat hij doet? En nou, Hoe we er, ervoor staan met klimaatverandering en andere milieuproblemen ja. waar we staan. En is vervoer dan het grootste probleem binnen het toerisme? Het vervoer, het reizen, het vliegen en alles wat daarbij komt kijken? Um, nee, ik, ik doe, ik, hoe ik mijn duurzaamheid altijd beoordeel, is op vier pijlers. Ja? En daar heb ik het even over producten, dat is even iets anders, maar het ligt er wel een beetje in die hoek. Kijk altijd, waar is de grondstof van? is dat nieuw, is dat recycled, upcycled, downcycled, of wat dan ook. Hoe is het weer gefabriceerd? Ja? Ja, ja. En dan is het, hoe komt het naar mij toe? En dan de vierde is, hoe lang kan ik ermee doen? Kijk, en we zitten natuurlijk heel erg in die transitie, dus op alle vier ga je geen tien scoren. En soms lijkt het dat ik beter bamboe, uit uh, Zuid-Amerika kan laten ja. komen dan dat ik een uh, bepaald hout uit uh, Zweden laat komen. Het gaat er al eigenlijk om dat je op alle aspecten van milieu uh, uh, bij je... gebruik product vervoer alle aspecten moeten we flinke slagen ja. maken en ook met toerisme. En in toerisme is het vooral transport. Transport, transport, transport is een grote hele grote jongen. Ja. ja. En en uh, als we als we daar uh, de milieuvervuiling willen verminderen is dat dan iets aan uh, uh, aan de toerist zelf is dat aan de ondernemers uh, zoals u en uw collega ondernemers of is dat aan de aan de overheid om daar iets aan te doen? Nou, het begint natuurlijk bij jezelf. Alles bij jezelf als reiziger. Ja. Hoe, waar ga ik naartoe? Hoe ga ik dat doen? Wat ga ik doen? Wat eet ik daar? Nou? Wat doe ik daar? Ja. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Draag ik hierbij aan nog meer een grotere CO2 footprint of doe ik dat niet? Ja. En dan tweede is. En dan ik... vraagt u aan alle reizigers: denk goed na hoe je je toerisme invult. Het is niet een periode om lekker te freewheelen en te denken: 50 weken in het jaar ben ik milieuvriendelijk, maar als ik toerist ben, ga ik lekker dan los. de CO2-beest uitstelt. Ja. ja. Uh, nee, kijk, je moet helpen. Ja? Dus ik vind dat, dat wij als ondernemers en als overheid moeten we dus helpen. Mm. Want je gaat bijvoorbeeld naar een supermarkt, uh, je kan bijna, je hebt misschien 20% uh, 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 geen prefab eten, maar je, dat kan niet. Dus de supermarkten moeten daar, de ondernemer moet daar iets aan doen. En de overheid moet daar een beetje meer ballen in krijgen, ja. dat hij daar harder aanpakt. Maar jij bent er ook nog, hè? Als, als consument als, als burger. Als consument ben jij daar. Ik heb ook. een grote verantwoordelijkheid. Ja. Uh, dus dat is een appel wat u doet aan... aan Absoluut. Laten we beginnen aan alle Tilburgers. Absoluut. Denk ook bij je toerisme na over je milieugedrag. Um, ondernemer, u noemde zelf ondernemers. U bent zelf op uh, het punt om met uw hotel in Oosterwijk uh, te openen. Um, toen dacht ik, Karen Bruurs, Tilburg of Oostenrijk. Nou, ik ben in Gool geboren. In Gool geboren, ja. Ik daar beginnen. Ja. Eerste klas. Ja, eerste <laughs> klas geboren. Maar, ja. maar is, is, het, is het Tilburg of Oostenrijk bij u? Nee, ik ben wel, ik ben wel een Tilburger. Ik heb wel een grote stad ook wat erbij nodig. Ik moet daar wel... Dan haal ik ook een hele hoop inspiratie. En ik ken een hele hoop mensen. Natuurlijk... voor u is Oosterwijk een soort buitenwijk van Tilburg? Jazeker, ja ja, 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 ja. En, ja, ja. en, en ja. u bent daar een hotel begonnen, Hotel Bent. Ja? Um, dat opent officieel in maart. En de inofficiële opening is in november, begreep ik. Um, waarin onderscheidt dat zich, als het om milieu gaat... in vergelijking met de andere uh, horeca, andere toeristische uh, takken van sport... Nou, Ik heb een natuurlijke innerlijke drijf dat ik altijd gericht ben naar de samenleving. Dus ik had het Duvelhok hier uh, uh, verkocht en dat was een, uh, het, uh, een, een. Een productieruimte, een theaterruimte aan de rand van de stad. Ja, ja. en dat was een, een oude textielfabriek uit 1862. Ja. En, het, en het was in zo'n slechte staat. En heb ik helemaal duurzaam gemaakt. Dus tot een van de duurzaamste rijksmonumenten van Nederland. Ik verkocht dat, en ik hield daar wel geld aan over. Dus ik zei, ik moet altijd iets doen, doe ik niks, dat is gevaarlijk. Dus, uh, met mijn kinderen daarover gehad, wat zullen we doen? Toen zei van we willen wel een voortrekker worden in de duurzaamheid. Ja. En wat vinden we dan leuk als, als ding te Assetter, hebben ja. Is dan een, een klein stukje horeca. Dus het is ook maar een, een boutique hotelletje hè? Ja. en een ja. vegan ja, een, een boutique hotelletje, dan denken van tien kamers of zo. Hè? Ja, tien ja. kamers nu. En dan een vegan waar 30 ja. man in kan, 40 ja. man hooguit. Ja. Ja. En, en, en waarin onderscheidt dat hotel zich dan qua milieu? Waar, wat maakt het dan tot een milieuvriendelijk hotel? Allereerst heb ik een uh, hout-skeletbouw gedaan. Daarvoor hebben we bomen teruggeplant. We hebben de bakstenen zijn tweedehands, zijn van de oud pand ergens uit Eersel. Ja. De dakpannen zijn tweedehands, de balkonnetjes zijn tweedehands. Ik heb net voor, uh, vorige week een hele grote waterput van 20.000 mogelijkheden om liter water op te vangen, waar we dus mee gaan doorspoelen. we vangen de warmte, koude dingen op. We gaan helemaal vegan. Er zit in de lijm, in de verf, ja, zit helemaal vegan. Niks. vegan waar, wat heeft vegan met milieu te maken? Nou, vier heeft met milieu te maken, omdat de vee-industrie wel de allergrootste vervuiler is. Dus in Brabant in ieder geval. In Brabant, ja, ja. heel erg. Dus, maar ik probeer dan geen stikstofdepositie uh, te hebben, geen CO2, dat soort dingen. Uh, en dan... Dus, u kwam materialen gebruiken bij het bouwen van het hotel. Heeft u gekozen voor zo'n milieuvriendelijke ja. variant? En ook wat u aanbiedt in het hotel ja. aan, aan uw toeristen. Ja. Dat is waar het zich voor, voor in gaat, gaat onderscheiden. Ja. En waarom doet u dat? Om een bijdrage te leveren. Ja, ja, omdat het nodig is niet je ja. bijdrage leveren. Maar ik woon in deze wereld. Ik ben net oma geboren van twee ja. kindjes. Ja. Mee ja. Wel. Ik moet er toch niet aan denken dat als zij mijn leeftijd hebben... dat zij in Erko moeten wonen. Of dat het zo koud is dat ze bijna niet naar buiten kunnen. Ja. Nee, en we weten natuurlijk heel veel dingen niet. Maar laten we maar het zeker voor het onzeker nemen. Ja. En is, is, want wat maakt... Mike... Is Bent dan origineel? Want ik, ik zie heel veel hotels die op allerlei manieren iets doen aan milieuvriendelijkheid: in vervoer, ja. in, in, met, met zonnepanelen, met waterbesparing, met energiebesparing, met streekproducten, van alles. Dat doen ze allemaal toch wel. Hebben ze daar toch wel veel oog voor? Of ja, er begint, begint een hele mooie uh, beweging te komen. Ook hoe, was je, hoe laat je wasgoed wassen, Weer wel met enzymen en dat soort dingen. Maar wat ik sinds een paar weken pas weet, is dat. Uh, wij zijn ook in nul mistie aan het bouwen. Hè? En we proberen, we moeten het direct maar even over hebben, ook in, in gebruiksfase, zo weinig mogelijk te uh, doen. Uh, uh, stikstofuitstoot hebben. Ja. Maar wij we waren... De gebruikfase als je daar bent als toerist... Ja. dat je gedurende de tijd die je doorbrengt in het hotel... je uitstapjes... dat die allemaal samen zo milieu, min mogelijk milieubelastend ja. zijn. Ja. Dat en is waar het om gaat. Ja, ja, daar gaat het om. Ja. Maar wij moesten op boekingssites... en uh, ook internationaal... want dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En daar is een website... Veggie Hotel zoiets... So en werkt vanuit Berlijn in 60 landen. Dus we hadden ons daarin geschreven... dan krijg je een gesprek... Uh, facetiming dingetje... En die zei, jullie zijn de allereerste in heel de wereld die from scratch yeah. dus op deze manier bouwen, helemaal vegan gaan, jullie zijn de Allereerste. Dus, dus origineel, ja. ja. Nu, zelde, zelde... Daar was het niet om te doen, hè? Ja, want het gaat om u bijdrage leveren. Maar ja. de, de cynicus zal zeggen: ja, leuk, al die idealen, mm. maar het is gewoon een mooie manier om een goede boterham te verdienen, in zo zo'n hotel. Oh nee, dat is, niet, uh, dat is echt geen grote boterham. Ja. Het is echt Kleine wel boterham. altijd. Ja. Ja, het is een... Nou, kijk, als ik maar break-even ga ja. je, en ik moet daarbij nog gewoon blijven werken, hè? Ja. Ik, ga nog weer, ik ga weer gewoon theater in en er liggen weer twee boeken op stapel en ik moet die, er nog wel gewoon bij verdienen. Andere dingen doen. Ja, ja maar, maar het is ook de Fun nu hè, om die kar mee te trekken en om te inspireren. Ja. Ik geef wel een aantal rondleidingen. Vind ik super leuk. Er komen groepen mensen die willen zien hoe ik het doe. En Hoe heet het nou? Kijk, ik kan het ook. Ik ja. heb daar helemaal geen probleem mee. Ja. En als je dus zo op die manier bouwt, zoals ik doe, is 25% duurder. Hè? Dus het is niet kennis. Da worden nu niet rijk van. Um, overheid. We hadden het straks over wie moet er nou voor zorgen dat dat toerisme vriendelijker wordt. Hè? We hadden het over de, de consumenten, de reiziger, over de ondernemers die een rol vervullen. Als we naar de Overheid eh, kijken. Um, laat, laat ik daar ook even een dilemma voor, voor neerleggen. Um, moet de overheid, in, de gemeente Tilburg bijvoorbeeld, een miljoen in city marketing steken? Of moet dat miljoen naar het milieuvriendelijker maken van het toerisme eh, toe? Ja, ik denk allereerst dat. Kijk, als je nou ziet hoeveel problemen in toerisme zijn, niet alleen in de overlast, gewoon een sociaal, emotionele overlast, maar als je Amsterdam ziet. Of Parijs of Barcelona. En de mensen die staken gewoon. Maar als dus het moet... druk is, maar er is toch geen Tilburg. Oh, in Tilburg zijn we blij dat er een paar toeristen komen. We zijn toch niet vergelijkbaar met Barcelona? Ja, maar als je het voor de toeristen regelt, regelt je het ook automatisch voor de burgers. Ja. Stel dat je meer treinen hebt lopen. En meer elektrische bussen of elektrische taxis. Of dat je... je moet wel faciliteren ja. om dus duurzaam te zijn. Ja. Maar toen, ik, toen ik begon vegan te worden, dan sta je, echt, sta je ergens in de woestijn en dan zie je ergens dan een. Uh, Vegan boter, nou dan mag je daar boter in. Brood is meestal wel vegan. En dan zit je dan met je boter al met suiker. Suiker is ook vegan, dat is je er wel. Dus dan, uh, uh, ja, weet je nou. Alles wat we nu kunnen doen, ja. en nu in deze branche, dan zou ik het uh, echt uh, in. in... En, en als we dan naar de gemeente, u dus zegt dat miljoen voor city marketing. Kun je dat dan ook samenbrengen? Dat je city marketing doet met, met groentourisme? Ja, kijk maar. Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Hoe zit die marketing en groen toerisme eruit? Ja, ja. Dat moet juist de, de, kijk, dat ik direct op die site staan van 60 landen en dat ik het meest, meest groen ben. Ja. Ik denk dat ik ook een hele die groep vooral ook gaan aantrekken om ja. hier te komen. Ja. Ik ga straks randstadters krijgen die met een, een, een Tesla uh, bij mij zitten. En ja. Dus even willen zitten dat je niks hebt vervuild. Ja. Maar u gaat, ik bedoel, ik, ik toch, toch, ook... ook dat is toch het goede die, toerisme waar je aantrekt? Ja, die, 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 die Chinese die zal dan weer zeggen van, goh, ze halen al die randstedelingen naar nou, het wel, wordt het nog drukker in de Oostenrijkse bossen. Ja, maar als ik dus tegen ze zeg, kom niet met de auto, kom met de trein. Wij halen jullie daar even veel op. Ik uh, 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 met Bert Korthout van Korthout Taxi's uh, afspreken, ja. dat hij ze thuis ophaalt, elektrisch en hier naartoe komen. Dan heb je geen footprint. en je kan beter zeg maar een Duitser hebben die elektrisch naar mij toe komt, mm -hmm. dus uh, geen uitstoot heeft van fossiele brandstof. Ja. Viert bij me eten, huis gaat en niks heeft vervuild en beschadigd in het bos heeft gewandeld, bijvoorbeeld, dan dat je iemand uit Groningen laat komen met zijn uh, Weet nou, met zijn dieselauto en ja. Uh, yeah. En dan in de losse komt. Um, toch gaan we terug naar die gemeente. Um, uh, de, pak onze eigen gemeenteraad hier in Tilburg of, of die mm -hmm. van Oostenrijk. Als die het toerisme milieuvriendelijker zouden willen maken, of daar in ieder geval een bijdrage aan willen leveren, als gemeentebestuur, als gemeenteraad, als ambtenaren, wat zou het eerste zijn dat ze volgens u zouden moeten doen? Wat zou het meeste zo aan de dijk zetten vanuit de gemeente? Ja. Ik denk, uh, transport. Transport is het eerste wat je moet aanpakken. Ja. In Oostwijk hebben ze zo'n treintje. Zo'n boemel toeristentreintje, en dat is al fossiele brandstof. Ja, dat ik vijf jaar geleden al, al veranderd in elektrisch. Ik zou bepaalde wegen die gaan echt zo goed als door het bos. Die dichtgooien, ja, dat is natuurlijk een hele hoop gemoppen. Maar dan komen er wel olifantenpaadjes waar we dan wel door kunnen. En wat dan niet zo schadelijk is voor... Dus ze moeten niet flauw zijn, ze moeten doorpakken. Hmm. Maar dat we nu zo ver erin zitten, is gewoon doordat we wat laffe bestuurders hebben maar kan, kan de, kan de, gemeente, de gemeente kan baden dichtgooien, hè? want dat kan ze ook ja. kiezen. Is dat het belangrijkste wat kan doen? Want over treinen, meer treinen naar Oosterwijk of meer treinen naar Tilburg... dat is iets waar de gemeente nauwelijks over gaat. Nee, dat weet ik wel. Maar die hebben wel een platform dat ze ook naar boven naar de provincie... daar meer onder kunnen schoppen. Mm. Ja, en de provincie kan weer wat hoger eronder schoppen. Dat, en, dat ons gemeentebestuur op de stoep staat bij het provincie, ja, bij het Rijk... zorgt ervoor ja. dat wij ons toerisme weer vriendelijk kunnen maken. Ja. En dat ja. Tilburg de eerste toeristische groene stad van regio van Nederland wordt. Imagine. Ja. Imagine. Ja, ja. dat is... Uh, als als uh, vervoer, daar staat wat u betreft de grootste slag te maken. Op het moment zit ik te denken aan vervoer... en, en, en veel meer vegan restaurants hier. Uh, dus alles wat maar in de richting gaat om het milieu uh, 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 te ontlasten... Ja. daar gewoon heel veel in helpen. Gewoon veel belastingvoordelen geven. Makkelijk te, te bereiken. Uh, uh, veel meer... Het uh, uh, nou, makkelijker maken om dat te doen. Oh, makkelijker maken om milieuvriendelijker ja. te zijn. Niet iedereen zal zitten te springen om als weekend de vakantie te vieren. Ja, 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 nee. Nee, dat geloof ik wel. Maar we, wat we nu moeten doen is van individualistisch denken meer naar, naar gemeenschapsdenken. Mm -hmm. weet je, je, moet aan. Toen mijn kinderen gingen stemmen, waar stem ik dan op? En dan, onze moeder zei altijd: P. vandaan, die kwam zelfs mee in het hokje. Of wij wel pevel na de melden. ze ging met u mee ja, op uw ja, schouder ja, 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 kijken ja. of u het wel goed deed. En dan de ja. melden, hè? Daar, dat moest ja. Ik ga met mijn kinderen nog niet het hokje in, maar ik, zeg, ik zei: je stemt niet op wat goed is voor jou, je stemt op wat goed is voor de gemeenschap. Want waarom zeggen wij houdoe? Houdoe betekent hou je goed. Als het met jou goed gaat, gaat het met mij ook goed. Weet mm je, -hmm. het gaat helemaal niet goed als het alleen met mij goed gaat en de rest niet. Ja. Dus we moeten meer gemeenschap denken. Ja. Is dat ook binnen de. Binnen de, binnen de um, uh, Hotelwereld, restaurantswereld, toeristische wereld samen, dat daar samen een gesprek over gevoerd wordt: over hoe kunnen wij die consument verleiden. Uh, nee, ik zit er nog niet zo diep in. Ja. Hè? En, um, uh, en, mijn project vindt ze allemaal heel aaibaar en heel erg vriendelijk. En ik hoop ook dat, dat straks een hele hoop, hoor mensen bij mij komen en dat we erover hebben en dat kan laten zien. Zo doen we dan, dat doe ik. en ja. doe ik zo. Ja. We proberen bijvoorbeeld zo min mogelijk ook energie te gebruiken. Want we zijn natuurlijk energie-junkies geworden, hè, sinds ja. dat Philips. Uh, ja. Maar omgekeerd, u gaat ook bij anderen kijken wat u van anderen kunt leren, neem ik aan. Nee. Nee? Van niks te leren bij de anderen? Jawel, wat wel wat te leren. Ja. Maar ik, ik heb zoveel, ja, zoveel dingen en ideeën in mijn hoofd dat ik die eerst moet doen ja. voordat ik me laat inspireren nog door anderen. Oké. Okay. Als we pak een beetje. U uh, uh, opent in, in maart de officiële opening ja. uh, pas. Hè, november de, 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 in november is de officiële opening. Laten we eens uh, pak een Beet een uh, jaar of drie, vier vooruit kijken. Ja. Hoe ziet het milieuvriendelijke toeristische landschap van Tilburg en de omgeving er dan uit? Nou, ik, 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 denk, wel, ik denk wel dat. Ik hoop heel erg dat het een succes wordt wat ik doe. En niet vanuit het financieel oogpunt, maar veel meer uit, uit invloed hebben. Bijvoorbeeld, uh, uh, voordat ik begon, kon je in Oosterwijk uh, geen vegan iets krijgen. Ja, weet je wel. Dan, dan geven ze je, uh, uh, dan, uh, dan vraag je bitterballen en dan krijg je alleen een mosterd. Omdat de rest niet vegan is, weet je wel. Nou ja, en nu. Is niet echt zijn niet lekker, hè? Alleen maar mosterd, nee. nee. Ja. <laughs> als moeder gebruikt trouwens als kiespijn. Dan deze achter de oren en die kruiden. Nou ja. Maar. Uh, maar nu zie je dus al veel meer vegetarische gerechten, je ziet vegan, dus je ziet dat je een influencer bent zonder dat je daar actief in bent. Dus ik denk dat als, als over vijf jaar hoop ik echt, want ik ben een bende van bent aan het opzetten, ik ga aandelen verkopen. Omdat ik, ik stond daar zo alleen bij die provincie te zeggen, hoe kan het dat ik alles doe wat we willen? Ja, en jullie zitten me tegen. Dus nu wil ik aandelen verkopen. Ik wil een bende van band maken die zich dus alleen maar bezighoudt met... met toerisme. Voilà, met dat. Ja. En, en, en over vijf jaar is het een grote olievlek en zijn alle Van der Valks, alle Bastion hotels door mij en overgekocht. Door, uh, zo milieuvriendelijk dat u iets anders zou kunnen gaan doen tegen die ja, tijd. Ja, dan ga ik weer verder en dan rolt dat wel door. Oké, okay. Karen Bruurs, dank je wel. We zullen het uh, blijven morgen. Dank je. Dit was dat Tot volgende week. Thank you